Providers van internet, televisie en vaste telefonie bieden verschillende abonnementen aan. Hoe kom je tot een keuze en waar moet je op letten? Ik vertel het je in deze video. Doe altijd een postcodecheck. Niet elke provider en elke abonnement is namelijk overal beschikbaar. Zo'n postcodecheck vind je in onze vergelijker, maar ook op de website van de provider zelf. Je ziet na de postcodecheck uit welke abonnementen en providers je kunt kiezen. Heel belangrijk is dat je een abonnement kiest dat bij je gebruik past. Anders betaal je te veel en zit je bijvoorbeeld met veel tv-zenders die je toch niet kijkt. Zonde dus. De meeste providers bieden 3 soorten pakketten aan. Instap, standaard en premium. Ze zijn oplopend in prijzen en mogelijkheden. Let er niet op dat providers op hun website zeggen dat een bepaald pakket het meest gekozen wordt, maar let op je eigen gebruik. Over het algemeen geldt, hoe meer online gezinsleden en hoe meer apparaten, hoe meer internetsnelheid je nodig hebt. Een paar vuistregels. 20 Mbits is net voldoende om draadloos te surfen, te mailen en af en toe video's te streamen op 1 à 2 apparaten. 30 à 40 Mbits, deze snelheid geeft meer comfort. Grotere websites laden zo net wat sneller en het down- en uploaden van bestanden kost minder tijd. Je hebt minstens 50 Mbits nodig als je veel en vaak downloadt met meerdere apparaten en meer mensen. Bij providers van DSL moet je extra opletten wat de te verwachten snelheid thuis is. Naarmate je namelijk verder van de wijkcentrale woont, wordt de internetsnelheid lager. Hoe het zit met die te verwachten internetsnelheid thuis zie je wanneer je de postcodecheck doet. De duurdere pakketten hebben naast een hogere down- en uploadsnelheid meer televisieopties. Denk aan meer zenders, ook in HD, de mogelijkheid om op te nemen en meer opties om televisie terug te kijken. En gemiste televisieprogramma's terugkijken is niet bij elke provider hetzelfde. Let daar dus goed op. Ook zitten er vaak meer of uitgebreidere televisieontvangers in een duurder pakket. Bij kabelaars zoals Ziggo kun je zonder kastje televisie kijken. Goed om dus uit te zoeken hoe en wat je wilt kijken. Online televisie kijken via de app van de provider op tablet, smartphone of laptop kan bij elke provider. Ook onderweg. Providers leveren niet allemaal dezelfde modemrouter voor het internet en ook bieden ze verschillende soorten televisieontvangers aan. Over het algemeen krijg je de apparatuur in bruikleen. Je hebt er dus weinig keuze in. Bij de meeste pakketten zit vaste telefonie erin of je betaalt 1 tot enkele euro's per maand extra. De gesprekskosten betaal je dan achteraf. Bel je nog veel en vaak, kies dan voor een onbeperkt bellenbundel. Met onze vergelijker kun je naast alles in één abonnementen ook losse internetabonnementen en internet- en televisieabonnementen vergelijken. Je kunt natuurlijk prima een internet-only abonnement nemen als je toch alleen Netflix kijkt. Dan heb je een televisieabonnement bij de provider niet nodig. Aan de hand van je postcode en huisnummer geeft de vergelijker aan welke aanbieder het beste bij je past of het goedkoopste is. Heb je een abonnement gevonden, dan kun je gelijk overstappen. Voor de keuze van provider en abonnement kun je ook kijken naar de kwaliteit van dienstverlening van providers. Wij meten dat geregeld met ons onderzoek de Provider Monitor. Deze resultaten staan ook in onze alles-in-één vergelijker en op de beste pagina. Let tenslotte nog op de volgende 2 dingen. Kies je ook een mobiel abonnement bij dezelfde provider, dan krijg je vaak voordelen, zoals dubbele data of extra televisiezenders. Ten tweede kan het handig zijn om een monteur in te schakelen voor installatie van de apparatuur. Zeker als je overstapt van kabel naar DSL en glasvezel of andersom. Er lopen regelmatig acties voor een gratis monteur. Wil je al deze informatie nog eens rustig doorlezen? Dat kan op onze website. En heb je nog vragen? Stel ze dan onder deze video.